van de Sinterpero en welkom bij Robocraft. Volgens mij al part 6. Yay! En laten we hier zo gaan mee waarschijnlijk wel verder werken. Want ja, die witte blokken zijn echt super slap. Ik moet er echt iets aan doen. Daar wou ik niet op drukken. Ik druk altijd op R. Damn it! Nou ja, nu ik er toch naartoe ga, laten we hier dingetjes gaan doen. Ik weet niet wat, want dat hebben we al gedaan. Dus ja. Laten we toch maar even rond de rij. Het is best lang geleden voor mij. Voor jullie niet. Dus 2 episodes geleden. Ik was vergeten hoe sloom dit ding ging. Of nou ja, 2 episodes geleden was de game mashup. Als je die nog niet hebt gezien. Ik denk dat ik weet hoe dat moet. Maar ik zal nog even kijken. En anders link in de description. En anders ga gewoon even naar mijn kanaal. Ga 2 episodes terug. En als het goed is, staat daar de game mashup. Het zijn gewoon 2 zeehonden. Ja? Oké, hier een goed test. Kijk de mannership. Oké, nu ik dat heb allemaal verteld. Laten we doorgaan met het echte Robocraft dingen. Maar wat ga ik doen? Heb ik dat nou laten zien? Heb ik nou mijn record laten zien? Van survival? Dat staat trouwens ook op de game mashup. Ik weet niet. Maar voor degene die sowieso dat stuk niet hebben gezien. Mijn record is nu 5. De episode daarvoor was het volgens mij 2. Of in mijn vrije tijd heb ik het tot 2 gemaakt. Ik weet niet. Maar nu ben ik tot 5. Dat is de goede blok. Of dat is de goede knop. 1, 2, 3. 1. 2, 3. Oké, laten we. 2, 3. 1, 2, 6, 7, 8. Oké, zo tot nu toe. Oké, dat begint beter te worden. En deze dingetjes die kunnen ook zwart worden. Want ik heb ook nog genoeg van deze hoekjes hier. Zo. Nee. Wat is dit? Och, gelukkig. Ik dacht al, wat is er aan de hand? Ik drukte op R. Maar gelukkig was dit kapot. Oh, godzijdank. Oké. Zo moet je hem natuurlijk draaien. Met de scroller op de muis. Oh nee. Weet je wat? Ik heb hier nog 4 van. Ja, laten we dat doen. En deze weg, boom, boom. En deze weg en boom. En dan nog dit ding. Man, zo wordt hij echt veel sterker. Ja. Boom, boom. En dan zo. Omdraaien, boom, boom. Boom. Wacht eens even. Huh? Deze zet je hoger. Wat de? Oké. Dan. Laten we dat dan even fixen. Oké, dus deze moet er dan ook weg. Dat is raar. Zo. Ja, toch? Ja. En dan deze blokken.
Nog hierop. En dan. Pakken we deze nog. En dan doen we deze er weer op. En zometeen het wapen ook. Zo, kijk eens aan. Nog drie. Boep, boep, boep. Nee, laat maar. Ik vind het niet leuk dat het daar achter, hier zo twee van die bruine zijn en daar zo helemaal wit. Maar ja, niet alles kan goed gaan. Zo. Huppakee. Oké. Wat? Ah, man. Nee, hoe... Wat? Er moet een resetknop zijn. Wat gebeurt er daar nou weer? Ah, ik... Ah, met de rechtermuisknop... verwijder je dingen. En in plaats van... Dat ik gewoon met de muis bewoog, drukte ik... Ging ik zo... laat maar. Ik hield gewoon de rechtermuisknop ingedrukt per ongeluk. Damn it! Ah, oh, dan moet ik dat weer terugzetten. Dat is niet zo'n heel groot probleem. Maar voor hetzelfde geld had ik heel dit ding door de midden kunnen hakken. Ah, oh, zie je? Dat bedoel ik. Twee glasblokken. Volgens mij. Oké. Deze was niet zo. Deze was bruin. Ha! Deze was schieten. Nee. God damn it. Waarom moest dat nou weer gebeuren? Nee, ik drukte bijna weer op R. Als ik nog één keer op R druk, echt, ik zweer het. Is alles weer normaal? Is alles weer goed? Dat hoop ik maar. Dat hoop ik echt maar. Even kijken. Kunnen we nog wat extra kanonnen? Oh ja, je kan maar één soort kanon erop zetten. Of nou ja, deze heeft verschillende aimer. Of puntrichter. Dan deze. Waar zijn nou die andere kanonnen? Oké, ik moet even kijken bij mijn select robots. Want volgens mij zijn er andere die nog geweren hebben. Oh ja, Levi's wagen natuurlijk. Hij zou het toch waarschijnlijk niet zo erg vinden. Als ik die twee bovenste daar zo eventjes stil. Zou die toch niet zo erg vinden? Of ik bedoel leende, niet stelen. Ik zet hem dan later aan het eind van de video weer terug. Ja, dat is een goed idee. Hup. Hup. En dan heb ik nog twee geweren. Of volgens mij één dan. Select robot. En dan gaan we hier naartoe. En dan edit robot. En dan hebben we nog een kanon. Zou het zo werken? Ja, zo werkt het. Nee, ik dacht van deze is geel en deze is blauw. Dus ik weet niet of het zo werkt. Maar blijkbaar werkt het wel zo. Wacht. Om het symmetrisch te maken, want hier kan ik echt niet tegen. Zo, en dan doen we de gele hier bovenop. Huppakee!
Wat gaan we nog meer doen? Laten we een potje aan doen. Want ik denk dat jullie het wel een beetje saai beginnen te worden, al die bouwen. Ja, wat was nou de knop? Oh shit, wat is dit? Nee. Oké. Ik kan gewoon hier naar Drive Robot. Dammit. Team Deathmatch. Ja, laten we een Team Deathmatch doen. Weet je wat? Mensen hebben waarschijnlijk veel betere robots. Oh, wie weet het nog? Eerst de generaties van mijn auto's. 1. De Crabcruncher. Daarna Fishbosh. En nu heb ik. Hoe zou ik hem noemen? De Flying Dutchman. Ja, waarom niet? Ik bedoel, The battle for Ophiuchus Valley I has am begun. Dutch. And I'm a man. And I'm flying. Perfectie! Ho, 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 dat is geen perfectie. Oké, laten we kijken of we dit wel kunnen, eigenlijk. Hopelijk maar. Ik zie rode kanonnen. Wie schiet daar op mij? Sorry als je andere mensen via de gang hoort. Oh, dat is een gast die bij me hoort. Hopelijk kan ik hem niet damagen. Ho! 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 Ik ben de kerstman! Ho! 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 Nee! Wat? Wat? Ik kan hem niet zien! Ho! Wat? Het lijkt net alsof hij een hele kleine blokjes heeft. Natuurlijk heeft hij dat niet. Wacht, misschien kan ik dit beklimmen. Klim skills! Klim skills! Ja, klim skills! En nu gaat hij weer naar beneden hoor. En nu is hij weer daarboven. Shit, man. Kom op, ga weer goed. Oké, nu moet ik weer helemaal zo doen. Dank u. Waar is dat rode ding? Oh, is hier boven. Laten we hem beklimmen. Ja! Ik raak je wel. Wow! Woep, woep, woep. Ja, inderdaad. Woep, 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 woep. Shit, hij is goed. En ik dacht dat ik goed heb getest met mijn auto. Oh shit, hij heeft goede kan. Hij heeft gewoon super fucking goede kanonnen. Woe! Ik heb nog maar één kanon. Oké, fuck this. Fuck this shit. Fuck this shit, I'm out. Team defeated. Ik ben nog niet dood. Ja, dat was het einde van mij sowieso al geweest. Laten we nog een potje doen. Want ja, die ging niet heel erg goed. Voor degene die dit gerinkel horen. Dit. Ik denk dat de microfoon dat wel opneemt. Het zijn van die magneetballetjes. Ik heb een lange ketting van gemaakt. Ik zal hem niet meer aanzetten, want waarschijnlijk is dat heel erg irritant in de video. Level 6. Ja, en mijn broer is level 36. Of misschien nog wel hoger. Ik weet niet. Laten we nog een potje doen. Dat was eigenlijk best leuk. Team Deathmatch. New launcher. Faster and reliable. Downloads. Faster load times. Grappig. Tough Mother of Mac. 2MK10.
Maglex, 2 Carbon 6 Mega SMG's. Laat maar. Was toch super bad English. Laten we wachten. Laten we gewoon YOLO Prolo op deze gasten gaan. Holy shit. Dat lijkt van... Oké, serieus. Even mijn mening over dat ding. Oh, ik dacht het leek even op een vliegende olifant. Weet je, dat ding is echt baas. Dat is ook baas. Lopende dingen zijn echt baas. Maar check mijn vliegding. Ik kan niet zo hoog springen. Maar ik kan wel zweven en heel goed bergen beklimmen. En dat kan jij nou weer niet. Holy shit, ik ben hier echt de enige die geen van die benen heeft, hè. Shit. Oh, kom op. Ja. Yes. Nee. Oh, yes. Ik moet mijn maatjes helpen. Oh, nee. Sorry. Oh, fuck. Ah! Attack! Attack my minions! Attack! Okay. Daar zit je. Kikaboe! Shit, het gaat echt niet meer goed. Nee! Ik wil gewoon naar voren, dammit. Nee, hier gaat de breakdance auto weer. Ik haat de breakdance auto, by the way. En hoe loopt hij op 1v1 zonder zo'n kruk? Ach ja, het valt me op. Zo rijdt hij beter. En ik heb een pijl aan de onderkant. Dus mensen weten waar het naartoe wijst. Holy shit! Oh, zag je dat ding? Oh, dat was echt geweldig. Zo'nzelfde ding zag ik op de video die ik niet heb opgenomen. Waarbij ik dit ding heb gemaakt. En toen ging ik hem midden in de lucht ging ik hem zo snipen. Want eerst kwam die aangevlogen. Toen ging die omhoog. Omdat er een steen was, echt zo'n ding, ging die zo omhoog. En toen, als die echt daar zo zat, ging pieuw, één zo'n lasergeweertje. En hij was gelijk raak en hij was dood. Kom op. Nou, oké, Jan. Ik haat het om dit te doen. Het duurt zo lang. En als ik weer rechtop ben, dan doet hij niet veel beter. Oh! Hij gooit hem om. Alleen maar door het eindknalletje. Team Victory. Nou, ik heb tenminste gewonnen. Ik ben al blij. Stop met dat... Miep. Want ik weet wel dat ik dood ging. Oké, laten we weer terug naar... Mars, blijkbaar gaan. Die containers op dat plaatje, daar zit ik waarschijnlijk in. Met een heleboel andere blauwe gasten. En we gaan blijkbaar naar Mars. Nou, dat is toch eens mooi. Team Victory. Kijk. First Victory bonus. Times 2. Kijk. Kijk eens naar al die puntjes. 1600 van die... M4. Van die groene puntjes. Ik moet echt deze naam veranderen. Naar de... Oh, nee. Niet dat ding op het begin. De... Flying... Nee, aan elkaar. Dutch...
Man. De Flying Dutchman. Yay! Niet Upload Robot. Nee, maar ik wil dat... Yes, nu is de naam zo. Oké. Wat gaan we nu doen? Ik weet het al. Gaan we wat nieuwe blokken bouwen? Of kopen? Meer van deze zwarte en bruine blokken. Dat zijn een van de beste blokken die ik tot nu toe kan kopen. Yep. De beste zijn nu deze. Wow, dat is nog best een lage prijs eigenlijk. Ik bedoel, ik heb 1604 van deze groene muntjes. Dus 8 voor 1 zo 1 voor 8 muntjes. Mhm. Wacht eens even, is deze nieuw? Heavy Chases Tetra. Oh nee, nee. Er zijn gewoon nieuwe blokken van die grijze blokken. Oké. Laten we hiervan. Oh, 120 is dat al. Laten we... 30. Ja, 30 is een goed aantal. 240, dat kan makkelijk. Oké, en dan ook nog wat van deze blokken. Daar heb ik er nog maar één van. Weet je wat? Laten we tot 350 van deze blokken kopen. Oh, ja. Laten we 30 van elk van deze kopen. Bye cubes. Dat is 330. Confirm. Yes, thank you. Kijk, nu hebben we weer wat blokken om ons ding 10 keer beter te maken. Oké. Laten we beginnen hiermee. Deze. En deze. Pup. Pup. En pup. En pup. Deze. En deze. Pup. Pup. Poepere poep. En hier zo ook. Oké, en laten we hier naar onder gaan. En laten we deze hele onderkant... Of nou ja, het meeste deel van deze onderkant. Tot... Hier. Of nee, één blok verder dan. Oh nee. Wel, volgens mij... Wat voor een blok was dat? Dat was dit blok. Nou, dat is mooi. Kijk, en dan gaan we zo piep, piep, piep. En dan gaan we zo hier langs. Zo. Zo. Oh. Zo. En dan wil ik nog... Nee. Deze hebben. Nee, kom op. Wacht. Ik heb nog 3 hiervan. Dat is echt perfect. Want die wou ik... Cry every team. Echt waar. Ik kan nog steeds niet geloven dat ik zo vaak op die knop druk. Waarom die knop? Waarom? Oké. Nou ja. Er zijn nog wel wat witte blokken. Dus die kunnen we weggooien. Of die kunnen we gewoon wegdoen. Zouden we waarschijnlijk de schuine dingetjes van die zwarte moeten doen. Want daar hebben we nog wel wat van over. En de normale blokken moeten we bruin doen. No problem whatsoever.
Wat had hij nou zo? Oh, druk ik bijna weer op R. Wat heb ik met die knop? Oh, oké. Okay. Hier zo is een voorbeeld van hoe ik het wel moet doen. Man, waarom druk... Probeer ik weer al op die druk te... Ik zei bijna op... Ik probeer bijna weer op die druk te knoppen. Dat zei ik bijna. En nu heb ik dat alsnog gezegd. Weet je wat? Wie kan raden... Wie kan tellen hoeveel keer ik bijna op die R-knop heb gedrukt? En ik druk er weer bijna op. Serieus. Oké. Laten we nog dat zo heen doen. Zo. En dan pakken we weer deze suckers. Ik zeg elke keer als ik op de R-knop heb gedrukt. En tot nu toe heb ik het nog niet gedaan. Of nou ja, ik heb het wel een paar keer gedaan. Alleen niet tussen de tijd dat ik het laatst heb gezegd. En... Weet je wat? Ik zeg het gewoon wanneer ik het doe. Oké. Als het goed is, zou ik nu bijna nergens meer wit moeten zien. Bijna nergens meer. Dat is niet wit. Oh, wacht. Ja, toch wel. Man! Dat deed ik niet, omdat ik dacht dat dit ervoor zou zorgen. Maar natuurlijk niet. Dat ding is zoveel dikke dingen breed. Zoveel blokken. Oké. Oké. Laten we even zo doen. Zo. Deze weg. Zo. Zo. En zo. Nou, kijk. Dat is een heel stuk verbeterd. Een heel fucking stuk. En nu laten we in plaats van dit glasblok, zo, dit glasblok. Zo, we hebben niet eens glasblokken hier nodig. Waarom zouden we? 1, 2, 3. Zo. Dan 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oké. Oeh, dat is een heel stuk beter. Alleen nog maar bruin en grijs. Oké. Laten we nog een potje doen. Nog twee potjes? Lijkt me goed. Twee potjes Team Deathmatch. Oké. Hoe lang moeten we nu deze keer weer wachten? Oké. Ik heb weer iets leuks om te vertellen. Want zaterdag is de... Ja, is het niet alleen Halloween, maar is het de... Kan je het echt niet raden? Maar kanaal bestaat dan al een heel jaar. En dat gaan we vieren, omdat het natuurlijk op Halloween is. Met Five Nights at Freddy's ga ik dan spelen met mijn vrienden. Yeah. Dat wordt heel erg leuk. En... Ja, ik heb er echt heel erg naar uit. Dus, waarschijnlijk is het zaterdag nog niet online. Want we gaan laat in de avond gaan we pas opnemen. En we gaan waarschijnlijk best lang opnemen. Dus het editen en het uploaden gaat best lang duren. Dus waarschijnlijk, of op maandag of op zondag. Ik denk dat die dan wel online is. Dat zal ik proberen. Laten we hier op de berg gaan. SMG Walker spotted. SMG Walker spotted. Oké.
Oké, dat is genoeg, Betty. Oh, wow. Nee. Flying Dutchman. God fucking damn it. 1 minuutje, nog niet eens 1 minuutje in het potje. En je ligt dan nu al op je rug. Wat voor een ding ben jij wel niet? Een vliegend voertuig. Ja, dat weet ik ook wel. Oh shit. Ik wil die gast hebben. Ja. Hij had echt geen kans. Hij kon nergens naartoe. Ik ben hier zijn blok verloren. Hoera! Feestje! Dat is voor mij zaterdag en voor jullie zondag/maandag. Oh shit! Oh! Fuck! Oh! Oh man! Moet ik nu heel het potje wachten? Ja, wat is hij nou weer mee bezig? Hij is van YOLO PROLO! Moet ik nou helemaal wachten? Waarschijnlijk wel. Die vraag heb ik mezelf altijd net al eerder gevraagd. Want anders krijg ik waarschijnlijk niet zoveel punten. Of misschien zelfs helemaal geen punten. Dus sorry jongens, maar we moeten even wachten. Fuck deze modes. Wow. Nee, kijk liever dit ding. Kijk dit ding, hij is zo van YOLO PROLO. Fla like a bird. Wat? Oh, hij is blauw. Hij wordt geraakt door de rood. Nee, wordt niet geraakt door de rode. Die zijn slecht. Wat? The fuck? Wat is dat? Wat was dat? Hij zat vast midden in de lucht. Oké, dit ding is baas. Ook al vind ik de animatie een beetje raar. Van het lopen. Maar hé, het is baas. Hij lijkt een beetje op een mini AT-AT. Oh ja, bij Besiege ga ik niet meer dingen laten zien die ik heb gemaakt. Ik ga niet dingen laten zien dat ik ga bouwen. Nee. Ik ga dingen van de Steam Workshop uploaden, /downloaden, /installeren. en dan laat ik ze zien. Dus elke keer ongeveer 5 apparaten, 6 apparaten. En dan bijvoorbeeld vliegtuigen, machines en veel beter dan wat ik kan. Want mijn dingen zijn gewoon lelijk. Oké. Wat moet ik nog meer vertellen? Ik heb net een nieuwe schaar van mijn moeder gekregen. Want die vorige schaar die is afgepikt. Nee, hij zat in mijn etui toen ik naar een eilandje in Spanje ging. Genaamd Mallorca. En daar waren we vergeten dat een schaar blijkbaar telt als een wapen. En blijkbaar daar zo drinken ook. Dat weet ik vooral alleen in een vliegtuig dan, niet op het vliegveld zelf. Oh, Team Defeated natuurlijk, waarom niet? Maar toen zat hij in de etui, ging het alarm af en toen werd de schaar weggebracht. Of nou ja, werd gewoon in een soort heel diepe prullenbak gegooid. Weet ik veel hoe je dat noemt. Oké. Dat stukje heb ik geskipt. Vonden jullie mijn schaafhaaltje leuk? Ja, ik dacht al dat jullie het niet leuk zouden vinden. Maar oké, laten we nog 1 potje doen. En dat wordt dan genoeg van die video. Of deze video. Wat dan ook voor een video. Weer een AT-AT, hè? Oké, blijkbaar willen mensen heel graag AT-AT's maken. Wie niet weet wat AT-AT's zijn. Net zoals die video. Als ik het kan. Link in de description.
Oké. Ik moet hier recht uitkijken, want in het midden is het echt een doodgevaar. Dus waarom ga ik nou weer in het midden? Ik kan tenminste heel goed klimmen, dus laten we even hier naar boven gaan. Als ik rood zie... ik kan beter met mijn matties gaan, want die... Wacht, waarom is er een uitroepteken? Waarom is er een uitroepteken? Ik ben niet blij als er een uitroepteken is. Wat? Waar? Is er echt een vijand? Oh, er is zeker een vijand. Oh shit! Hij heeft hele zwakke blokken, though. Fuck. Shit. Wiep, help mij! Gastje, help mij! Ja, en nu ga je pas aanvallen, hè? Ja, natuurlijk. Hoe heet jij? Oh, natuurlijk. Is dit die gast? Ja, oké. Okay. Als die geen geweer heeft, dan oké. Okay. Maar ik dacht dat hij geweer had. Wat ben jij nou weer? Een bunker? Of ben je je wielen verloren? Ik weet niet. Oké, jij bent dat ding weer. Oh, dit ding is heel cool eigenlijk. Dit ding is echt super cool. Onze AT-AT. Onze geëenbeend man. En daar is deze gast weer. En mijn AT-AT. En deze gast. Oh, we zijn echt dood. Echt helemaal dood. Nou ja. Laten we eindigen met onze AT-AT. Ja. Zullen we de outro doen? Ik denk het ook. Als jullie leuk vonden, als ze wist, laat dan eens een duimpje uit. Vergeet niet, komt achterlaten. Vergeet vooral niet om te subscriben op mijn kanaal voor meer van deze video's. En ik zie jullie in de volgende video. Bye!